Goedenavond, welkom iedereen op de persconferentie na het 2-2 gelijkspel tussen KV Oostende en Club Brugge. Ik geef eerst het woord aan de bezoekende trainer Michel Prudhomme voor zijn analyse van deze derby. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld op verplaatsing. Eerste helft, denk ik, alles in onze handen met een hoge druk en eindelijk een 0-1 voorsprong, wat heel belangrijk was om KV Oostende in probleem te brengen. Dan kregen we die penalty tegen, die een beetje de gegevens heeft veranderd. En ik moet zeggen, de eerste kwartier van Oostende was sterk. Daar waren we niet aanwezig. Ze hebben 2-1 gemaakt, ze hadden 3-1 kunnen maken. Dankzij Matt is dat niet gebeurd. Daarna zijn we ons terug in de wedstrijd geknokt. Dus met 2-2. En denk ik de derde doelpunt die heel kort bij was op een situatie die een beetje vergelijkbaar is met de 1-1 van KV Oostend. Dus ik kan niet te veel verwijten aan mijn spelers. We hebben op die eerste kwartier in de tweede helft heel goed gespeeld. Bedankt, Michel Prudhomme. Fred van der Biest, ja, een gelijk spel thuis tegen Club Brugge. Misschien teken je daar wel voor de wedstrijd. Achteraf bekeken, ja. Ruiz had misschien die 3-1 aan de voet, dus er zat misschien wel iets meer in, hè? Ja, misschien wel, maar als je 0-1 achterkomt op een op fases waar je een uur op traint, een dag voor de wedstrijd, dan mag je nog van geluk spreken dat je terug in de wedstrijd komt tegen Club. Want als Club na 10 minuten voorkomt, is niet evident. Maar dan zie je dat die ploeg, mijn ploeg, dat we enorm gegroeid zijn door de maanden heen. Nu kunnen we al een keer een achterstand zelf tegen een topclub gaan ophalen door rustig te blijven, door de goede oplossing te gaan zoeken. En ik denk op dat moment dat die 1-1 ook niet onverdiend was. Want ik dacht dat Canazin ook al 2 keer voor doel gekomen was. Een keer een beetje schuiner en iets centraler op het moment dat 1-1 was. Dat was de tweede keer, sorry. Denk ik daar dat je misschien kunt voorkomen. Want in principe geef je vandaag heel weinig veldspel. In het veldspel geef je heel weinig kansen weg voor club. En ik noteer toch dat Oostende vandaag 4 keer alleen voor het kot komt. En dat is een beetje veel tegen een topploeg. En als je het dan niet afmaakt, dan weet je dat club de laatste kwartier, 20 minuten, als achterkomen powerplay gaan spelen. En daar zijn we iets te naïef geweest. En dat is ook een leerproces van vele jongens. Ook als club, we komen van heel ver. Ik heb veel jongens die van heel ver komen. Ik heb zelf jongens die uit derde klasse, die niet meededen in derde klasse, die nu topwedstrijd spelen tegen Club Gent en noem maar op. En dan kan ik alleen maar tevreden zijn als trainer. En je kunt die kleine foutjes moet je gaan aanwerken. Geen domme fouten weggeven tegen ploeg die in de fase heel sterk zijn. Zo geschieden op die tweede goal een beetje. Maar dat is een leerproces. En ik kan daarvoor absoluut niet kwaad zijn op mijn spelers. Want ik denk, gezien de wedstrijd vandaag, we pakken maar een puntje. Maar ik denk dat we qua gevoel, dat we niet te negatief mogen gaan zijn door die twee tegenstaande fases. Maar vooral trots moeten zijn als Oostende zijnde. Ik heb het vorige week nog gezegd, we zijn nog altijd maar Oostende en niet Barcelona. Dat je punt tegen het grote club, dat je dat mocht aanzien als een overwinning. Was dat iets wat je al begin van de week definitief had beslist of was dat, lag het in balans nog? Ik twijfelde, maar ik had iets opgemerkt dat we iets te veel lange bal gebruiken als Eli speelde. Misschien is dat dan omdat zo'n grote jongen is en dat die redelijk balvast is dat we dat trachten te doen. En met Bjorn moet iets meer over de grond en Bjorn heeft misschien iets meer diepgang ook. En zo geschiedde ook die tweede goal, in een schitterende fase. Alles over de grond. In één tijd schitterend afgewerkt door Canazin. Alleen is het sneu. Natuurlijk, je kan begrijpen als je 2 of 3 keer beslissend bent, of bijna beslissend bent in een wedstrijd tegen club. En je hebt een verleden bij Anderlecht. Dat je het dan een keer volledig uit de bol gaat. Kan ik begrijpen, dat is natuurlijk spijtig, want het gaat ten koste van zijn rode kaart. Maar oké, dat is ook jong, onstuimig. En dat is ook een leerproces. Dus daar ben ik ook totaal niet in kwaad of ontgoocheld. Dus hij gaat dat wel leren met de tijd die komt. Oké, bedankt. Fred van der Biest. Vragen van de pers? Dat zijn we. Dus wij werken hard. En dat is frustrerend als je dag en nacht werkt, bijna. Om die beslissing te hebben. Oké, maar wat kunnen we doen? Jullie hebben het gezien.
We hebben het gezien. Nu is het gepasseerd. Ja, oké. Zo is het. Maar ik zeg het. We willen positief voetbal. We proberen aanvallend voetbal te spelen. We eisen heel veel van de spelers. We willen ze professioneel in hun voeding, in hun slaap, in hun manier van trainen, in alles. En dan ben je niet beloond. Dat is spijtig. Dus wij gaan professioneel blijven werken. Ik hoop dat iedereen ook zo doet. Ik zie de lijnrechter Dirk vlaggen, dus die mens staat beter als ik op dat moment. Nu ga ik de belen moeten kijken, penalty of niet. Hoor. Het is een keer zo, het is een keer anders. Hè. Maar wij werken ook elke dag, hoor. En soms wordt u dan een keer beloond voor iets extra. Oké. Okay. Volgende keer aan het misschien tegen hebben. Maar ik moet wel zeggen dat ik penalty verwacht op Storm ook, want het is een beetje dezelfde in de dikke fase op 5 minuten van het laatst. Oké, okay, daar valt die niet, dus dat tikkeltje geluk dat je dan hebt in bepaalde wedstrijdssituaties. Maar dat heeft niks te zien met werken of niet werken overdag en professioneel of niet. Het is gewoon bepaalde fases die discutabel zijn nu eenmaal en dat gaat er nooit uitgaan in het voetbal. En je gaat dan een keer dat eens mee, sorry, en je gaat dat eens tegen. Als je geen eis van je spelers, dat ze gefrustreerd zijn, als ze niet krijgen wat ze verdienen. Ja, maar dat bedoel ik alleen. Je moet je niet aangevallen voelen. Nee, door maar dat. Ja, okay. Je valt nooit niemand aan. Hè. Nee, jij ook niet. Nee, zeker niet. Zeker al nu niet. Zijn er verder nog vragen? Ik moet nog veel leren van u natuurlijk. Hè. Je hebt een groot palmarès.